Hey, yo, jongens, ik ben op de keren. Vandaag zijn we terug met een nieuwe Minecraft-video. Wow, was dat nou een Minecraft-video? Oké, okay, nou, maakt ook helemaal niet uit. Doe in ieder geval allemaal lekker het duimpje omhoog, eens leuk vinden, natuurlijk. We gaan er gewoon lekker tegenaan. We gaan gewoon uh, er tegenaan. Gewoon letterlijk, gewoon... Oh! Oh! Zo, gewoon zo hard gaan we er tegenaan. Dat is niet te geloven. Wordt helemaal gekke werk. Wat we wel even nodig hebben is een speciaal soort steen. We gaan een bepaald vormpje in een... Uh, in, in een... In, in, in dit maken Het klinkt weer heel vaag komen wat je nu allemaal zegt I know Maar we maken in ieder geval een bepaald vormpje in de vloer daar zo En ik weet nog niet precies wat We zitten een beetje met grijs te werken Ik denk dat we nog wat houten tintjes erin moeten doen Houten tintelingeling Even kijken, deze kan weg Stel dat we dit nou gewoon even zo door laten gaan hè? Kijk, want dat is op zich wel cool Het ziet er wel cool uit Zo, dus deze loopt zo echt helemaal door Dat is best wel gaaf ik weet niet of het gaaf is. <laughs> ik weet niet of het gaaf is. Ik zei dat het best wel gaaf was, maar ik heb mijn twijfels. Oké, okay, laten we gewoon even met smoothstone. Dat is geen smoothstone, jongens. Dit is we hebben een probleem. Dit is smoothstone. Laten we dit in ieder geval even zo maken dat we dit helemaal met smoothstone hebben. Oké. Okay. Wat kunnen we hier voor cool vormpje in maken? Ik denk dat we hier helemaal geen cool vormpje in kunnen maken. Ik denk dat we dit gewoon hier moeten stoppen. zo en dit weglaten hier zo. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, en dan misschien dit zo hier, misschien dit zo, en dan dit moet staan. Ja, dat dit gewoon hier zo ophoudt. We kunnen dit hele ja. Ah nee, nee, misschien is dit wel leuk. Wacht even. Zo, zo. zo. Nee, 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 die. Ja, zonder van steen. Kijk, dan hebben we gewoon een soort uh, een te een tegelwerkje erin. Opzicht, dit is wel leuk, denk ik. Het is gewoon simpel en makkelijk te maken. Uh, we hebben alleen hier dan nog één raar hoekje waar ik nog niet weet van uh, wat ik ermee moet doen. Dus uh, laat ik deze en deze gewoon weghakken en dan gewoon deze plaatsen. Ik denk dat dit wel gewoon kan. Dan dus hebben we hier al gewoon even zo'n ander soort tegeltje. Misschien kunnen we dit wel overal doen. Toch? Zullen we het gewoon proberen? We gaan het gewoon proberen, weet je. We gaan het gewoon proberen. Misschien is dit juist ook wel leuk, gewoon een keer wat anders. We hebben overal namelijk een beetje hetzelfde. Oh, dan moet ik wel het goede weghalen. We hebben overal een klein beetje hetzelfde. Het is misschien wel leuk om gewoon even wat variatie een keer erin te brengen door dit te gaan doen. Ik weet helemaal niet of het mooi is uiteindelijk. Misschien is het wel, uh, dat ik zeg van nou, dit is eigenlijk wel erg druk. Ik vind het niet zo mooi. Misschien, het, het, ik denk dat het meevalt. Ik denk dat het wel leuk is. Ik denk dat we hier wel mee aan de slag kunnen gaan. En zo, en zo. En dan plof, 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 plof kip. Ja, perfect. En we moeten eigenlijk kijken of we hier nog wat uh, lampjes kunnen plaatsen. Zo, plof, 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 plof kip. Want uh, lampjes kunnen nooit kwaad. Uh, even kijken. Zo. Plof, 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 plof kip. Ja. Oké. Okay. Ik zie dat ik deze helemaal tot hier door laat lopen. Dus laat ik dat dan ook maar hier doen. Uh, plof, plof, plof kip. Ja. Oké. Okay. Op zich, ik denk dat dit wel leuk is. Het lijkt net alsof er een bepaalde glans op deze stenen zit. En ik denk ook dat ze dat daarmee bedoelen, die stenen. Dus ik denk dat het wel leuk is. Uh, even kijken. Zo, zo en zo. Maar ik haak wel even alles nu tegelijk eruit. Want anders word ik er ook zo flauw van. Ach. Elke keer laat je hem te vroeg los. Oké. Okay. super, 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 super. Daarom had ik nog even een paar extra meegenomen. Wacht hier. Zes. Dan hebben we hebben er een. Twee, drie, vier. En dan hebben we natuurlijk nog één tekort. Altijd zo hè. Altijd één tekort. Zo. Ja, dit kan wel op zich. Ik vind het wel leuk. Het is beter dan dat het was. Ik vind het wel wat hebben. Ja. Oké, okay, dit, dit hou ik zo. Ik vind het eigenlijk wel leuk. Um, ik wil eigenlijk even dit hier. Even, even, dat je het niet helemaal ziet, weet je wel, maar dat toch een beetje netjes is weggewerkt. Oké, okay, dit halen we even weg nog. Ik wil even, nu we hier toch bezig zijn, weet je wel, laten we hier even de boel een beetje aankleden. Nou, hmm. ah, weet je, ik maak er gewoon wel 60 van zo. Kunnen we hier even in ieder geval een beetje door. Oké, okay, laten we dit vloertje hier zo doorlopen. Ja, dat kan ook zeker wel. Dan moeten we wel weer eventjes een malen steen hebben voor hier. Dit ziet er niet uit. Oh, wow, waarom lekt dit zo joh? Zeg je dat? Het lekt gewoon helemaal. Uh, Toortje ophangen zo. En dan kunnen we deze hier mooi zo plaatsen. Perfectos. Zo, 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 zo. Oh, meen je ook weer niet, hè? Oké. Okay. Oké, okay, mooi. Ik was er gewoon stil van, sorry. Zo, deze nog even weghakken. En dan hebben we dit um, gewoon gelijk, hè? Ja, oké. Okay. Dat is wel leuk. Prima, weet je wel. Het heeft in ieder geval wat meer dan wat we nu hebben. Wat ik me wel weer. Ah, dat het eigenlijk helemaal niet in het midden zit, zie ik nu. Dat is eigenlijk helemaal niet cool. Maar goed, maakt niet uit. Het, niks hier is echt symmetrisch wat we hebben gemaakt tot nu toe. Dus waarom zouden we ons druk maken om een dingetje wat niet symmetrisch is? Oké, okay, dit is gaaf. Moeten we eigenlijk even hier bovenop nog alle steen maken. We hebben alleen het probleem dat dit hier wel instorten. En hebben we dat overal gefixt nou? Ja, we hebben wel het meeste hebben we hier gefixt. Behalve dat ene gedeelte hier Toch moeten we dat wel even afzien te maken. Weet je wel, het is nu een beetje van ja. Ja, een beetje half. Een beetje halfjes. Een beetje halfjes. Uh, we gaan even met de koppelstoon omhoog. Zo. Ik wil eigenlijk even deze bovenste rand eerst doen. Ja, kijk, dit gaat perfect. Oh, nee, nee. We bouwen gewoon even een stijger, zeg maar. En op die stijger kunnen we gewoon makkelijk dit doen. En je ziet het al. Het water wil direct hierheen komen. Dus ja, moeten we moeten even snel allemaal. Oh, weghalen. En dat die boven moet we even weggraven. Dat het er wel even wat cleaner uitziet. Oh, ik wou zeggen, wat gebeurt hier? Even kijken, de nog iets verder bouwen. We kunnen eigenlijk hier Ja, alleen deze nog. Dus we zijn eigenlijk zo klaar hiermee. Uh, oh. Ah, thanks. Oké, okay, dus dan hebben we die hele rij al af. Holy moly, dat gaat nog best hard. Oké. Okay. Oh, shit. Oké, okay, perfect. Het gaat goed. Oh, ik moet hier precies langs heen hakken. En anders ben ik de Sjaak. En ik was nu de Sjaak. Oké, okay, we gaan even de stijger hier al even eentje verlagen. Dus dit hakken we even allemaal weer weg. En dan gaan we even eentje omlaag. We gaan even lekker zakken, 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 zakken. Zak maar lekker door. Die moet weg, deze moet weg. En dan gaan we hier even een paar naar beneden. Een paar naar beneden. Mmm. Um, oh man, de, de twijfels. Wat ga ik doen? Oké, okay, weet je wat? Ik loop hier nog even langs. Zo, maken we dat hier al even een stijger? Zo, perfect. En dan kunnen we dit eigenlijk allemaal weghakken, gewoon op deze manier. En dan kunnen we hier ook gewoon lekker gaan wonen of bouwen. Zo. Oké, okay, tof. En dan kunnen we nu gewoon dit hier al snel plaatsen. Willen we hier nog een speciaal vormpje in maken? Of zeggen we van, nou, dit laten we wel gewoon lekker zo. Voor wat het is. Ik weet eigenlijk niet wat het mooiste is namelijk ook. Nou, één blokje, jongens. Woehoe, dat was een succes! 28, oké, okay, dat is oké. Okay. Kunnen we hier nog even vooruit? Ik weet niet of we er een vormpje moeten maken namelijk. Een vormpje is altijd wel leuk. Het ziet er anders een beetje plain uit waarschijnlijk. Maar laten we eerst gewoon eens even dit plaatsen dan hier. En kijken wat we überhaupt maken. Misschien ziet het er sowieso helemaal niet uit. Als we terugkijken dat we denken van nou, uh, wat ik hier willen doen, weet ik ook niet. Maar dat ziet er echt niet uit. Oké, okay, want we hebben hier natuurlijk wel leuke vormpjes overal in zitten. En ik vind dat altijd wel iets meer hebben. Een vormpje extra. Laten we even kijken. Ja, even alle zoier pakken natuurlijk. Ah, lekker. ja, Misschien moeten we daar nog wel wat aan doen. Misschien kunnen we dan nou een balkonnetje hierboven ook inbouwen. Dat hadden we daar natuurlijk ook gedaan. En dat gaf wel een best leuk idee. Uh, ik zal het even laten zien. Hmm. Sowieso even deze torch terugplaatsen. En plaats hier nog even twee toortjes. zo voor de zekerheid. Dat het sowieso niet donker wordt. We moeten hier ook namelijk ook nog doen. Maar kijk, het ziet er leuk uit toch? Een balkon. Gewoon heel simpel. Maar het is een balkon. Weet je, een balkon is een balkon. En wie niet, een balkon. Dus hoe komen we daar en waar, hoe krijgen wij daar een balkon? Ja, daar hebben we een hele goede vraag. Hoe komen we daar en hoe krijgen we daar een balkon? We hebben er daar een boven lopen. Misschien kunnen we die daar zo langs laten lopen. Even kijken hoe we dat hier hebben. En kijken of we hem daarheen kunnen sturen. Nee, dit is denk ik een heel dun muurtje. Hè? Ja. Um, nou, wat we wel kunnen doen is misschien... Ik weet dat dit serieus weer gevaarlijk werk is. Ja. <laughs> Oké. Okay. Oké, okay, laten we hier eens even doorgaan. Oké, okay, oké, okay, dit werkt ook nog. Dat is niet geloven. We hebben hier natuurlijk een balkon. Dat we gewoon zeggen, we gaan hier het balkon op kunnen lopen. En dan lopen we hier even heel leuk langs. Wat is hier? Waarom is dit omhoog? Is dat belangrijk? Ja, dat is belangrijk. Oké, okay, laten we dan dan niet te veel aan gaan clearen. Um, oké, okay, plof. En kip. Waar zit je? Ja. En kip. Hier moeten we dus even overheen lopen dan. Dat is een balkonnetje. Balkonnetje. Een balkonnetje. Balkonnetje. Oké, okay, en hier kunnen we dus ook niet verder. Dat zie je al wel. Maar misschien kunnen we er wel overheen. Nou, ook nee, nee, nee. Laten we dat ook maar niet riskeren om er overheen te gaan. Laten we gewoon zeggen dat we hier dus dit ding... Ja, dat is niet... Dit is nou niet echt een groot probleem. Ik kan daar... Een slap plaatsen. En ja, ja, nou, dan kunnen we deze. Oh nee, hè? zit hier nou hier net weer wel wat? Oh. Ah. Oké, okay, wacht. Een slap. Maakt niet uit. Kan precies. We ja, hebben een slap. Dan maken we een apart beeldje in. Dit kan precies. Even kijken. Ja. Nou, Oké. Okay. Zo. En wat we dan nog krijgen is dit afsluiten met. Gewoon dit. Oké. Okay? is Gewoon een doorgang hier zo. Dat is prima zo. Even een leuk klein doorgangetje. Ziet er grappig uit. Kunnen we makkelijk heen en weer lopen? En dan dit eventjes opnieuw plaatsen. Moet hier niks lopen. Er zit hier ook echt een. Ah, moet hier niks lopen. Wat raak ik hier nou heen? Oké, okay, zo. <laughs> moet hier niks lopen. En ik zit hier echt alles te misklikken en erin te vallen. Oké, okay, dan gaan we hierheen. Lopen we hier overheen. Gaan we hier weer erin. En dat is mogelijk, zoals je ziet. Oké, okay, ja. Oké, okay. dan moet hier weer die slap komen. Zo, dat is niet anders. Dat is een beetje raar. We kunnen dit anders nog aanpassen. En dan wil ik eigenlijk gewoon daarheen naar de balkon. En dat moet mogelijk zijn in principe. Hmm. Ja, ik moet even kijken hoe ik dat weg ga hakken. Maar dit is wel een goede hoogte, denk ik. Ja, dit is, uh, ik denk dat dit een goede hoogte is. Hebben we dat daar ook gewoon dezelfde hoogte gehouden? Nee, daar is die wel naar beneden. Ietsjes. Nou, laten we dezelfde hoogte doen als dit: F3. Dit is 55. Oké, okay, dan gaan we naar 55. Let's go. We lopen hier toch nooit, weet je wel? Dus. Uh, uh, 55. Oh. Wat is hier allemaal. Er is hier echt letterlijk niks. Alleen een, een gat. Oké, okay, top. Ik ben blij mee. Oké, okay, dan dus gaan we hier naar beneden. Oké, okay, dan gaan we hier nog één naar beneden. Oké, okay, en dan zitten we nu op 55. Oké. Okay. En dan moeten we even een klein stukje hier rechtdoor. Eh, nou ja, weet je. Ik hak gewoon even nu door, want ik ben nu bezig. Even kijken hoe ver die gaat. We moet eigenlijk precies boven dat ding. Ah, nou, hier zitten we in de hoek. Dus dan hebben we 1. De hoek is 1, 2. En dan 1, 2, 3, 4, zoiets. Hier moet het dan zijn. Oké. Okay. Um, die is twee breed. Dus we moeten het balkon van twee breed maken hier zo. Hartstikke leuk, joh. Hey, hartstikke leuk. Toortje plaatsen. Toortje plaatsen. En naar beneden vallen. Ja, dat kan hartstikke leuk daar zo. Dat is prima. En hoe hebben we dat daar gedaan? Daar hebben we gewoon een leuk van steen en om Heiningen heen. Ik denk dat als wij 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 trap moeten we hebben. Nou, dit zijn er 4. En dan 5, 6. Nou, dat is niet anders dan. Uh, wat kan ik droppen? Uh, Flint, sorry man. Ik heb jou echt niet nodig. Uh, dat dark ook hekjes. Hebben we eigenlijk nog even een paar nodig. Het zou echt relaxed zijn als we er even nog een paar van kunnen hakken. Dat zou inderdaad echt super chilly billy zijn. Dus ik ren even snel naar die dikke vette hekjes daar zo. En, hallo. Oh, perfect. Die hebben we ook nog. Iverkaiki. Uh, ja, nog een beetje. Alsjeblieft, dat is cool, dat mag je hebben. Oké, okay, top. Dit, dit, dit ziet er goed uit. Die dark Oak sta zo. Dat is nice. Ja, oké. Okay. Uh, want we hebben hier het hekje. We hebben gewoon lekker simpeltjes. Ja, we gaan daar simpeltjes. Oké, okay, nee, dat is top. Ik weet helemaal wat ik wil. Ik ben er helemaal uit. Ik moet alleen nog eventjes wat mooie blokjes plaatsen hier en daar. Om daar te komen is echt gewoon helemaal omlopen. Dus ik moet echt helemaal hierheen gaan. Om daar te komen. Hier gaan we naar beneden. Kijk, hier, dit is het uitzicht dan. En dan moeten we dus hier doorheen. Overheen. Langsop. Tussendoor. Naar beneden. Zo. En dan moeten we dus deze plaatsen op deze manier. En dan plaatsen we deze zo. En hier eigenlijk precies hetzelfde. Zo. En dan hebben we onze hekjes. Ja, ja. Die doen we dan zo. Ja, dat is leuk. En dan moeten we eventjes dit aankleden nog. Want dit ziet er natuurlijk niet uit, dit soort uh, steen. Oh, dan pak ik hetzelfde soort steen. Dat is een uh, hele. veel mooier. Zo. En dan wil ik denk ik toch hier eventjes. Um, de, een. een, een uh, Yes, traptreden plaatsen. Ik denk dat dat leuker is. En ik wil ook aan de andere kant ook gaan doen. Dus ik ga ik even heen. Als dus we verbeteren... Oh, dat hebben we hier al. Oké, okay, nou kijk. Dat zegt al voldoende. Ik had toen hetzelfde smaakje. Um, hier, dit maken we even zo. Dat we hier gewoon inderdaad makkelijk overheen kunnen lopen. En dan toortje hier, toortje daar. Is dat een beetje opgelicht? Wij zijn echte oplichters natuurlijk. Hè? Dat hebben we al vaker gezegd. Hier een hekje erop, ziet het er gewoon mooi strak uit. En Dit hekje hier noemen we maar even zo op deze manier. Valt dit op straks als je daar loopt? Nee, denk het niet. Kan dit weg. Nou, die kan sowieso niet weg. En dat was een trappetje waarschijnlijk. Shit. Oké, okay, wacht even. Ik hoop niet dat dat uh, iets verpest heeft in de toekomst. Maar uh, dat gaan we meemaken. Even kijken. Ja, nou weet je wat? Ik drop dit wel helemaal dicht dan. En zo. Hmm, toortje doe ik hier plaatsen. dan plaatsen we dit gewoon dicht. Ja, dit is even niet anders. Dit is gewoon even lelijk. Als we hier naar binnen willen, ziet het er gewoon niet uit. Maar ja, we zorgen ervoor dat we hier nooit komen. Het gaat gewoon net om het idee... Weet je wel, dat je hier ook komt en denk je, oh kijk, ziet er leuk uit. Even kijken, moeten we wel even dit wat mooier maken natuurlijk, anders wordt het wel heel lelijk. Zo, 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 zo. En de achtergrond ook nog even een beetje aankleden van meerdere kanten, dat het een beetje goed eruit ziet. Ik ben al wel van mening dat het wel een beetje netjes moet zijn allemaal. Zo, zo, ik doe even met slabs, want heel veel slabs heb ik overal tijd en die gebruik ik daarna niet meer. En hier kom ik toch eigenlijk nooit. Dus als ik gewoon met slabs dit allemaal een beetje ombouw, dan ziet het er allemaal wel prima uit. Oké. Okay. Hoe ziet het eruit? Nou, ja, dan kun je over een huis schrijven hoor. Want alleen eventjes hier zo. Zorgen dat dit er wat netter net uitziet. En dan hebben we even deze blokken nodig. Yes. Oké. Okay. Hier bijvoorbeeld zit een lelijk plekje. En als we daar even deze blok in plaats. Ziet dat er nice uit. En hetzelfde geldt voor hier aan deze kant. Even kijken zo. Even allemaal mooi weghalen hier zo. En dan gewoon mooie steen erop plaatsen. Ach. <laughs> Waarom las ik dit altijd verkeerd, jongens? Ik vind het niet leuk meer. Oké, okay. nou kijk. Topje op hier. Hebben we mooi geplaatst hier zo dan? Perfectos. Perfectos. Oké, okay. even dit laatste stijgertje weghalen zo, en dan gaan we gewoon hier naar beneden werken zo, ah, je toonbuurman. En dan zal het ervoor zorgen dat ik eh, deze steen hier plaats. Nee, zeker niet. Ho, ho, ho. Deze steen, ah, daar, dat is moeilijk te zien, je ziet niet heel veel verschil ertussen. Zo, en dan komt hier dus een trap naar beneden. Maar heb ik dat daar ook? Twee breed. Steen eromheen. Twee breed. Steen eromheen. Ja, oké. Okay. Nee, dit kan wel. Ik ben hier wel tevreden over. Misschien moeten we toch even een andere stijl. Pilaren zo omhoog werken. Dat er een extra vorm in zit. Het ziet er nu allemaal een beetje vlakjes uit. Dus ik denk dat we dat in de toekomst nog wel even gaan aanpassen. Want ik ben er niet helemaal tevreden over. Het is nou niet dat ik zeg van, uh, god, dit is echt het mooiste dat ik ooit heb gemaakt in mijn leven. Maar weet je, alles bij elkaar, dat moet er gewoon even net wat beter uitzien. En als we alles bij elkaar straks een beetje zien, dan is het toch wel gewoon redelijk netjes om te zien. Al is het soms wel een beetje vlak zoals dat stuk. En als we daar straks wat anders plaatsen, qua hekjes en dingen, dan kunnen het er nog best wel weer leuk uitzien uiteindelijk. Daar gaat het een beetje om. En ja, dit ook. Weet je hetzelfde? We kunnen hier misschien nog wel even een soort steen zo rechtdoor laten lopen. En dan een extra puntvorm erin maken of zo. Het is best wat te doen allemaal. Maar je moet het even doen. En dat is het meer. Nou, we hebben in ieder geval weer een stuk bijgemaakt. Ik vind deze tegels wel leuk zo. Heeft wel een leuk bepaalde glans die er zo overheen zit. Ziet er dus wel leuk uit. En nou, dat balkonnetje ben ik eigenlijk ook wel blij mee. Dan moeten we alleen een keer deze gang daarheen nog afmaken. En daarachter moeten we nog een keer de boel aankleden. Dan hadden we hier wat verpest. Dan ben ik eigenlijk benieuwd of dat er echt zo uitzag. Nee, we hebben het gewoon weer goed gefixt. Nice. Good job, Chromo. Denk ik tenminste. Misschien zien jullie een fout, maar ik zag niks. Oké, okay, dus dan ziet dit er goed uit. Dan we hoeven alleen nog maar dat een beetje goed te maken. En ik zie dat deze lift kapot is. Hij doet het weer. Nice. Altijd goed als hij het weer doet. Nou, ja, dan moeten we dit nog een keer doen, inderdaad, zoals ik al drie keer had gezegd. En dan uh, komt het allemaal goed. Mensen in ieder geval bedankt voor het kijken. Als je het leuk vond, doe een duimpje omhoog. En dan zie ik je zo snel mogelijk weer bij een volgende Minecraft aflevering. Yo yo, yo yo.